Hallo beste mensen, dit is onze vijfdaagse Tirol editie. Vandaag is de eerste dag en wij hebben 25 auto's weten te verzamelen. De komende dagen gaan wij op drie plekken in Oostenrijk rijden. Wij gaan naar de Kaunertaler Gletscher, naar Timosjoch en naar Fipeteno in Italië. Wij hebben er zin in. Welkom bij Fancy Car Tours 2022, de vijfdaagse Tirol editie. Leuk dat jullie allemaal zijn. Dankjewel. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag, vandaag de eerste route op de planning. Vandaag staat de Kaunertaler Gletscher op de planning. Het is nu nog een beetje regenachtig, dus ik hoop dat het weer een beetje bijtrekt. Maar aan de gezelligheid zal het niet liggen. Gisteravond is iedereen al binnengekomen, hebben we een leuke borrel gehad. Iedereen heeft elkaar een beetje leren kennen. Dus vandaag, eerst gaan we even ontbijten en dan gaan wij starten en dan gaan we beginnen aan de eerste route. Veel gas gegeven vandaag, dus allemaal door je vliegen erop. Wow. En dan moet die mooi schoon zijn. Ja. Voor morgen, hè? Ja. Dus heel goed.
Zo, we hebben een top toertje gehad vandaag. En wij gaan ons nu voorbereiden voor de Girona. Vandaag dag 2 van de Tirol editie. Er staat weer een super mooie route vandaag op de planning. We gaan vandaag een stukje over de grens, want we gaan naar Italië. We gaan een bezoekje brengen aan Vipiteno, ook wel Sterzing genoemd. En daarna gaan we via de Timosjoch, de hoogste grensovergang van Europa, gaan we terug naar Tirol. Welkom in het stadje Vipiteno in Italië. Jullie kunnen lekker een balletje pakken, ijsje eten. Zijn we naar Italië gereden. We hebben een mooie route gemaakt. We zijn door de Timosjoch gereden. Het is echt perfect weer. De bochten waren leuk.
En er werd goed gereden. En nu gaan we lekker eten. En daarna hebben wij een Tirolenavond wat weer heel gezellig gaat worden. Lekker dansen en lekker gek doen met de mensen. Vandaag zondag, laatste dag van onze route. Van vandaag gaan we naar Lech. Het plaatje staat natuurlijk bekend omdat onze koninklijke familie daar ook altijd op skivakantie gaat. En voordat we morgen weer allemaal naar huis gaan rijden, hebben we uiteraard vanavond nog een gezellige borrel in de hotelbar en een leuke pubquiz op de planning staan. Wij wilden jullie alvast hartelijk bedanken voor de afgelopen dagen, voor jullie gezelligheid en het vertrouwen dat jullie hebben gehad in Fancy Car Tools om met ons op pad te gaan. Zo, als ik klaar ben met praten, ga ik nog een liedje voor jullie zingen. Ik wil jullie ook bedanken inderdaad. En daarnaast willen we ook Johan en familie en Tjerko bedanken voor de gastvrijheid. Dank jullie wel. Voor dit jaar en een kleine herinnering gemaakt. Kunnen ze in het verhaalslok aannemen? Ja. Oké, dankjewel. Bedankt. Oké.